Wie vanuit Drongelen naar de overkant van de Maas kijkt, ziet de windmolens die op een duurzame manier energie opwekken al staan. Maar daar niet ver vandaan doet men sinds 1991 aan gaswinning. Het ministerie van Economische Zaken wil het gasbedrijf Vermilion nu toestemming geven 1,5 miljard kubieke meter extra aardgas te winnen. Van het gasveld Waalwijk Noord ligt het noordelijkste puntje in Drongelen. Roland van Vught, lid van de Provinciale Staten in Brabant voor het CDA en lijsttrekker voor het CDA Altena, is stom verbaasd. Tot onze stomme verbazing ligt er een, een ontwerp ter inzage voor gaswinning onder voornamelijk Waalwijk, maar ook nog een stukje land vanuit Altena. De plek hieronder waar we nu staan, bij Drongelen. Um, en vorig jaar heeft de provincie bezwaar aangetekend tegen het voornemen tot boren bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. En kennelijk is dat bezwaar uh, als een laars gelapt. En uh, uh, gaat er toch uh, geboord worden. Met de gevolgen uit Groningen in gedachten is dat ronduit vreemd te noemen. Je zou zeggen: er is nog uh, een argument bijgekomen. Dezelfde minister van dit ministerie, meneer Wiebes, die heeft uh, verklaard: we gaan uh, het gas minderen naar nul. Uh, met oog op Groningen. En wat we nu lezen is dat het gas in Brabant uh, wordt opgeplust. Dus dat is natuurlijk heel raar. Want welk signaal geef je nu af naar de bevolking toe? Aan de ene kant gaan we gas, uh, stoppen met gasboren. En nu lijkt het erop alsof we in Brabant weer beginnen met gasboren. Steken nog, ook nog uh, vergroten. Dus uh, dat vind ik een hele rare ontwikkeling. Eerder in 2017 werd de gemeente Aalburg om advies gevraagd over de plannen. Ja, het ministerie heeft ons in een vroegtijdig stadium gevraagd advies uit te brengen. En toen hebben we eigenlijk al aangegeven dat we een aantal componenten uit dat uh, ontwerpwinningsplan niet meer eens zijn. Ten eerste het frekken uh, van de bodem. Dat vinden we gewoon niet meer passen bij deze tijd om chemicaliën in de bodem in te brengen. Ten tweede is het punt van de bodemdaling. Je kan niet uitsluiten dat als je iets uit de bodem haalt, dat de bodem zelf naar beneden gaat. En in een gebied waar toch een aantal dijken onder liggen, lijkt ons dat ook een heel gevoelig punt. En de derde is dat de regeling nogal wat open einde biedt. Het was niet heel concreet plan. Je kan er niet echt uithalen wat men nou wel en wat men nou niet mocht. Weten mensen die in drongelen wonen dat ze boven zo'n gebied zitten? Ja, ik denk dat sommigen het wel zullen weten en sommigen ook weer niet. Het is ook maar een puntje, natuurlijk. Hè. Het gebied ligt grotendeels in Waalwijk. Het heet ook weer het winningsgebied van Waalwijk. Dus het zou me niet verbazen dat een groot deel van de Drongelse mensen het niet weten. En mocht het nu. Uh, weer te sprake komen dat, dat ze wederom op een nieuw advies vragen, want ze willen het omhoog schroeven. Uh, wat zal de gemeente Aalburg daar dan mee doen? Ja, het is nu het stadium bereikt van een ontwerpwinningsplan. En daar kunnen we zienswijze op indienen. En we zijn momenteel in overleg met de gemeente Waalwijk van hoe die zienswijze dan moet gaan luiden. En wat is het verschil dan met een jaar geleden, bijvoorbeeld met de velden in uh, Aalburg? Ja, hele goede vraag. Dat is ook een van de dertien vragen die ik heb gesteld aan het uh, provinciebestuur. Uh, van, uh, ja, wat, en, en ook wat betekent het voor, uh, voor, voor de effecten in uh, bijvoorbeeld Land van Eusenaal, maar vooral ook in het Waalwijkse. Uh, wat zijn de risico's? Breng die eens in kaart. Uh, want dat, uh, dat moet wel uh, van tevoren bekend zijn voordat we aan uh, hele gekke dingen gaan beginnen. Want we moeten gewoon duurzaam worden. Ja, wij moeten duurzaam worden. En, en gas past daar niet meer in. Uh, dus wij moeten uh, andere energiebronnen gaan aan, uh, aanboren, uh, maar geen gas.